Wat ik nou maar. Het is vandaag 26 juni 2014. De derde elastieke koers gaat beginnen. Spanning? Ja, toch wel. Er is een hoop gebeurd, een hoop geregeld. Je moet je voorstellen, een voorbereiding van zeker een half jaar en echt intensief. Elke dag wel een paar uur mee bezig geweest. En als je dan ziet uiteindelijk wat er staat, ja, dan is dat goed. Alleen die spanning die blijft natuurlijk wel. Het moet allemaal over de finish en moet allemaal heel over de finish, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. 100% aankomst? 200% aankomst. Dat gaan we doen. Ja. Samen gaan we winnen? We winnen samen, ja. De elastieke koers, u gaat er zo meteen wegschieten. Ja. Letterlijk of figuurlijk? Nou, allebei maar. Want ze hebben het wel nodig. Hè? 170 kilometer hebben ze straks in de benen. Ik vind het allemaal helder, echt. Een sterk punt van de elastieke koers is altijd de samenhorigheid. We winnen samen. Ja, en volgens mij doen ze dat ook echt heel letterlijk. Mm-hmm. Want ze slepen elkaar denk ik best wel over de finish heen. Er zullen geoefende en minder geoefende wielrenners tussen zitten, zal ik maar zeggen. Dus ja, die helpen elkaar wel, denk ik. Ja, en voor sommigen zal het ook emotioneel zijn, dat geloof ik ook best. Mm-hmm. Ja, dat is hier wel een warm bad, hoe mensen dit allemaal samen doen. Oh, die komt op een kamer te hangen. Wow, mooi. Ik wens jullie een hele mooie tocht met jullie eigen gedachten en de onze erbij. En een goede finish straks. Dank jullie wel. Pieter Wendt, bestuurder van het Roesing. Een mooie actie met elastieke koers. Ja, fantastisch, fantastisch. Wat een enthousiaste mensen met mooi weer en voor een goed doel. Dus fantastisch idee. Ja. Want de opbrengst van de elastieke koers gaat voor een groot deel dit jaar naar het Roesing. U kunt de goede dingen voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel mee doen. Ja, niet aangeboren hersenletsel is een heel vervelend probleem. Je kunt dat krijgen door een ongeluk of door een trauma of door een plotselinge ziekte. En het beïnvloedt enorm je leven. En ja, bij het Roesing zijn we bezig om die kinderen ook weer op zo goed mogelijk manier te laten participeren aan het dagelijks leven. En de opbrengst van de elastieke koers die gaat dit jaar naar die doelgroep voor kinderen voor sportlessen. En ja, daarmee help je die kinderen enorm. Maar even los van het geld, het is gewoon fijn dat een heleboel gezonde mensen aandacht hebben voor mensen die het minder gezond zijn. Dat is gewoon hartverwarmend. Nou staan we hier bij het Roesing en ik ben ontzettend blij dat de kinderen waar wij voor fietsen hier aanwezig zijn. Een klein applausje, rustig applausje voor de kinderen. 1000 sportlessen voor kinderen met NAH bij het Roesink. Pieter, alsjeblieft. Ja, dit is Floor, dit is Siem. Geef ze een applausje.
Ja, zien, we hebben een hele mooie kamer. Komt voor jou, hè? Ja. Ja. En dan kun je lekker snoezelen. Ja. Hè? Net zoals op school. Ja. Dat je wat vaker eventjes kunt rusten tussendoor. Ja. Hè? Ja. En daar wil ik iedereen heel erg voor bedanken. Het is echt overweldigend hoe wat jullie allemaal doen eigenlijk. Ook voor ons en ook voor Roesing. Dus, ja. We zitten hier bij een aantal hoofdpersonen van vandaag. Floor en Siem de Ruiter. Ja, voor Siem wordt een kamer ingericht hier in Droesing. Betaald door de elastieke koers. Wat betekent dat voor jullie? Ja, dat betekent heel veel voor ons. Siem die raakt toch al snel overprikkeld. Dat hij snel de prikkels niet helemaal aan kan. En het is belangrijk voor hem dat hij af en toe wat rustmomenten heeft. Dus dat hij eventjes kan chillen, hè Siem? Ja, en zo'n kamer die verzorgt dat helemaal. Er komt een zitzak in waar hij lekker op kan liggen. Een koptelefoon met rustige muziek. De wanden worden helemaal mooi zacht gemaakt, dat hij daar lekker tegenaan kan liggen. Dus ja, dat geeft Siem rust, maar ook de rest van het gezin geeft het af en toe wat meer rustmomenten. Ben je al benieuwd naar je nieuwe kamer? Ja. Hij is nog niet klaar, hè? Nee. Nicole Roelofsen. Ja. Je was bij ons in het glazen huis. Klopt. Met een, waar je een verrassing kreeg overhandigd. Ja. De reis naar Canada. En dat duurt niet zo lang meer, hè? Nee, we gaan volgende week al. Volgende week? Ja, volgende week zondag gaan we. Het is goed om te zien dat je hierbij bent en dat je dus ook gewoon de reis kunt maken. Want het was natuurlijk een tijd van tevoren gepland. Hoe gaat het nou met je? Nu gaat het wel redelijk moe. Ja. Echt redelijk goed, maar ik ben nog wel wat moe. Ja. Op de tafel? Ja, het moest even gebeuren. Is dat de houding op de fiets, waardoor je dan last krijgt van je rug? Ja, dat is wel de houding, ja. Ja. En hoeveel mensen zijn de politiediensten hier aanwezig? 5 motorrijders. Plus 2 collega's en een opvallende voertuig. Hoe regel je zoiets? Krijg je, als je zegt van ik organiseer de fietstocht en dan komt de politie gewoon? Niet altijd. Collega's zijn vrijwillig hier. Zijn eigen tijd. Ze mogen wel gebruik maken van de voertuigen. Maar het gebeurt wel in eigen tijd. Ik sta nu bij de eerste uitvaller van de elastieke koers 2014. Maar ook weer opgestapt, hè? Ja, zeker, zeker. Klopt. Wat was er aan de hand? Spaak was geknapt, dus ik kon niet verder fietsen. Spaak, en dan wordt dat gewoon onderweg opgelost? Ja, we hebben hier een servicewagen bij lopen en ja, dan ben je die fiets in en een nieuw achtwiel verder fietsen. Dat speciaal wielerdieet? Oh, dat weet ik niet. Het is een pre-schoolfeest dineetje, denk ik, wat ze hier voorgeschoteld krijgen. Is carnaval op de fiets? Ja, nou ja, ik bedoel, ze weten me overal voor de strik, dus hier ook wel voor. Dus. Ja, oh, je bent gevraagd? Nee, ik ben eigenlijk al vanaf het eerste jaar betrokken bij de elastieke koers. Hanny en Martin die hebben dat geweldige initiatief ontplooit. Maar die konden het eerste jaar geen sponsor vinden voor de shirts. Om iedereen in gelijk tenue te hebben. Ja. En ja, toen was iedereen in Goor gegaan en toen kwam ze bij mij terecht. En toen hebben wij daar samen met Henk Schuttek dat toen geregeld. Ja, dus het eerste jaar hebben wij de shirts gesponsord. Dus, eerst nog even 80 kilometer fietsen. Ja, nou ja, de helft zit er al op. Dus 80 kilometer nog. Dus, en dan hopelijk dat de aankomst in Goor net zo is als vorig jaar. Vorig jaar was dat echt overweldigend. En dat nog even zien of dat dit jaar weer gebeurt. Maar dat zal vast wel. We zijn heel blij dat jullie voor een heel goed doel fietsen. Tenminste namens ons. Dat we niet aangeboren hersenletsel die ook kinderen kunnen treffen. Dus hartelijk dank daarvoor dat jullie je daarvoor inzetten en wij wensen jullie vanmiddag nog heel veel succes ermee.
Wij geven jullie 3 van die setjes. Hoe je dat ding aan moet sluiten, ik heb geen idee. Echt niet. Hoe je platen spelen aan moet, weet ik ook niet. Ik hoop dat hier technische mensen zijn die dat wel voor elkaar zijn. En volgens mij heb je heel belangrijk, dat is een iPad. En dan namens de elastieke koers, dankjewel voor de gastvrijheid. En ik hoop, als je een liedje nog zet, dat je af en toe terugdenkt aan ons. Dankjewel. Nou, zoals net is aangegeven, hadden we inderdaad gezegd van we vinden het een goed doel wat jullie doen, dus we hoeven niks. Maar dit is echt boven onze verwachting. Dit is echt, ja, super. Dank jullie wel. Echt. Jullie hebben hier het dagbestedingscentrum, speciaal voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook boven de 18, begrijp ik? Ja, het is van boven de 18. Tot en met alle leeftijden. Onze huidige categorie zit meestal tussen de 30, 40 en 50-jarigen. En de mannen en vrouwen zijn een beetje evenredig aan elkaar. Waarom zijn die midi-sets en een iPad nog, maar waarom is muziek zo belangrijk voor dit centrum? Muziek kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als een stukje ontspanning, maar ook een stukje inspanning. We kunnen het gebruiken voor onze fitness gebeuren. Dan kunnen we yoga aanbieden. Daar kunnen ze een stukje ontspanning mee krijgen. Maar daarnaast kunnen ze het ook gewoon tijdens de activiteit, wanneer ze aan het inspannen zijn met een andere activiteit, lekker ontspannen met de muziek op de achtergrond. Maar we hebben ook een muziekactiviteit zelf, waar mensen hun ideeën over muziek kwijt kunnen. Ik sta bij Jan Meen, beroemd bakker te Dilden. Ook bekend van een lange tocht van onlangs. Want niet alleen de Mont Ventoux beklommen, maar er ook naartoe fietsen. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, wereldberoemd in Dilden, zeggen ze dan. Hè? Ja, dat was een fantastische tocht. Je moet soms een beetje gek zijn om iets te doen. Maar als je dan inderdaad onderweg aan het fietsen bent, dan denk je van, jongens, wat ben ik toch een gezegend persoon als ik hier mag fietsen. Dus het is gewoon fantastisch geweest. Waar ze het voor doen, zeg maar, de elastieke koers, ook heel tastbaar dat ze dingen kunnen geven aan mensen die daar meteen behoefte aan hebben. Dat is ook gewoon heel fijn. En als je ziet hoe blij dat mensen ermee zijn, als je dus bepaalde dingen geeft, of nog groot is of klein. Ja, dan denk je, jongen, dat is fantastisch. En als je daar maar deel uitmaakt van zo'n groep met enthousiaste mensen en vrijwilligers, dan wil ik graag mijn steentje bijdragen.
Hoe was het? Robert, goed, perfect, super. Blij om je kinderen weer te zien? Altijd, altijd. Ja, geweldig leuke tocht. Met uitzondering van een uurtje regen, helemaal fantastisch. Prima. Mooi weer gehad. Goed doel. Geweldig. Goede organisatie. En was de sfeer? Vrijwilligers. Helemaal goed. En de sfeer in de groep? Ja, geweldig. Geweldig. En stilstaan bij waarvoor je het doet, maar ook wel zorgen dat je het leuk hebt met elkaar. Volgens mij is dat een mooie combinatie. En dat wordt hier geweldig afgesloten. Het is gewoon super georganiseerd. Echt organisatie bedankt. Met een fantastische groep, hè? Ja, fantastische groep. Ik zoek mijn vrouw nog even. Hoe is het gegaan vandaag? Ah, fantastische dag. Fantastische dag. Dat is maar één dag, dan kun je even zonder je vrouw. Jawel, maar de emotie die hier aan de finish is, is leuk dat vrouwen en familie er staan. Dat vind ik echt dat vind ik geweldig, vind ik leuk. En wat is die emotie? Kun je dat uitleggen? Nee, maar de saamhorigheid is wel heel bijzonder groot in dit verhaal. Zelfs op het moment dat je met de politiebegeleiding al naar beneden rijdt, nou, dan begint er wat te kriebelen en heel stiekem een traantje her en der. Ah, dat brengt wel iets teweeg. Iedereen heeft zijn eigen reden om mee te fietsen. Het is begonnen met een fantastisch doel en iedereen doet het daarna voor zichzelf. Magnifiek, prachtig. En met z'n allen over de finish. Ja, geweldig. Echt. Geweldig moment. Alleen voor dit moment doe ik vorig jaar weer mee. Prachtig. Als je dan vandaag bij de eerste stop in het Roezink rondloopt, we moesten daar even naar het toilet en je loopt door die gang en je ziet daar gewoon kinderen in een rolstoel zitten die gewoon bijna niks kunnen. En dat is duidelijk dan? Dat is echt heel duidelijk. Geweldige dag, goede organisatie. Het is echt een plezier en een groot genot om mee te doen. Ja, voor mij is het een persoonlijke overwinning. Hè. Dus ja, ik heb zoals menig mensen eerder, ik zelf ook iets heb gehad met de NH. Naar de volgende plaats verwachten wij ging hartstikke goed. Top, mooie afsluiting. De dames gingen vandaag als eerste over de finish. Ja. Was jij een van de eerste van de dames? Ik in vijfde positie zo'n beetje. Dus eigenlijk zijn er geen posities bij de elastieke koers. Nee, maar... Het was leuk om met de dames eerst omhoog. Ja, nou, we gingen in een heel mooi constant tempo de berg op. En op de laatste meters in de klim hebben we elkaar nog even flink aangemoedigd. Zo van flink doorgaan, kom op, we zijn er bijna een paar meter nog. En daarna is het alleen maar afdalen. Maar het ging hartstikke lekker. Het was het begin van de elastieke koers en kijk eens wat er nu staat. Mag ik een geweldig applaus voor de voorzitter van de Stichting Elastieke Koers, Martin Hammer. Ja, daar sta je dan. En als spotverslaggever kom je dan met de volgende cliché-vraag. Even naar voren, Martin. Ze willen je graag zien. Wat gaat er nu door je heen? Kijk rond, Paul. Wat gaat er door je? Ik word hier zo klein van. Ik word hier zo klein van. Dit, lieve mensen, doen jullie allemaal. Dit is Hof van Twente. Dit is nou voor de kinderen doen uit de Hof van Twente. Lieve mensen, dankjewel dat je hier bent. Ik heb de heuren recht op de hoest staan. Dankjewel. Mooie woorden, Martin. Mooie woorden. De elastieke koers doet het dit keer niet alleen voor NAH. Er worden ook wat andere doelen gekozen en mensen ondersteund. Daarom wil ik nu graag Nicole en Trea Roelofs op het podium. Nicole, nou heb jij het Brown-Violetto van Laren-syndroom. Kun jij zelf uitleggen wat dat is? En dat is een spierziekte waarbij mijn spieren steeds minder kunnen. Ze kunnen minder lang volhouden, ze worden steeds slechter. Ik kan steeds minder zware dingen optillen en ja... En ik wil er ook niet uit. Daar hoort je stil van. Trea, hoe is er iets aangeboren of hoe krijg je zoiets? Ja, het is het zit in de DNA. Dus het is erfelijk en het gaat, dus het is aangeboren. Nico, weet je waarom je hier staat? Omdat ze me naar Canada sturen. Nicole heeft namelijk een wens. Ze wil nog één keer, en misschien nog wel vaker, maar in ieder geval één keer naar Canada. Waarom wil je naar Canada? Nou, ik heb daar allemaal familie wonen en ik heb een paar heb ik al ontmoet. En ik wil de rest wil ik ook heel graag ontmoeten. Ja, het lijkt me ook een fantastisch mooi land. Volgens mij is het er ook. Ik ben er nooit geweest. Martin, kom eens. Wat ga jij betekenen voor Nicole? Ik ga niks betekenen voor Nicole. De elastieke koers gaat wat betekenen voor Nicole. Menigeen heeft in de krant kunnen lezen of gehoord via de media. Wij sturen Nicole met de familie
naar Canada. Dat hebben wij niet gedaan, dat hebben jullie, lieve mensen, gedaan. Jullie geven dit kind een reis naar Canada. Haar droom komt in vervulling. Afscheid nemen van de familie. Tot ziens, aan u, dankjewel. Dat doet jullie. Een applaus voor deze mensen en voor jezelf natuurlijk. Deze mensen sturen we niet zomaar naar Canada. Hiervan gaan we door het vliegtuig en gaan we aan jullie. De elastieke koers, dus ook weer jullie, lieve mensen, geven deze mensen een zakgeld mee. Dat zijn in deze geval. Tria en Nicole, wij zijn trots dat we jullie die reis aan kunnen bieden. En een zakgeld, €500 voor in Canada. Hou een dagboekje bij, denk aan ons en anders weer bij de rest van de groep. Dankjewel. Schitterend! Een reis naar Canada en dat met zakgeld. De elastieke koers heeft voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel, ik moet het goed zeggen, een bedrag bijeen gefietst vandaag van €60.326. 60.326 euro. Ja. Bart Hissink, net de opbrengst bekendgemaakt op het podium samen met Martin Hammer. Ja. Hoe voelt dat nu? Dit voelt helemaal geweldig. Zoals de elastieke koers de niet aangeboren hersenletsel op de kaart heeft gezet in de gemeente Hoofd van Twente. Ik vind het helemaal geweldig. En met name hoe de kinderen daarmee gesteund worden om te blijven sporten, want bewegen is gewoon goed voor je hersens. En om via de sport, zeg maar, kinderen te motiveren om hun hersenletsel te verbeteren, zeg maar. 60.326. Ja, onvoorstelbaar. En dit is nou, vanmorgen zei Martin, zei het heel geweldig. Je voelt je echt al van Twente na, als je ziet wat je hier met Marklo, Diepen, Mengenvelde, Benslo, wat je met z'n allen bij elkaar realiseert, fantastisch. En je kunt gewoon 1000 sportlessen op het Roesing voor kinderen met NAH, ja, uniek. Ik zie hier een tevreden man. Hier zie je een emotionele man, hier zie je een tevreden man, hier zie je een super tevreden man. Een blij man. Ja, als je dat ziet wat het allemaal teweeg brengt, gewoon een simpel mailtje, €500. En dan ben je 2, 3 jaar later. En dan zie je dit, dat is dan ongelooflijk.